4 uur in de ochtend, wel vroeg. Op naar Nederland. Ik heb een afspraak met Rob Wijnberg en Jochen van Baarschot. Ja, dat is de nek. Oké. De essentie van het verhaal is eigenlijk dat wij als correspondenten, ja, met regelmaat kom je mensen tegen waarvan je denkt, god, dat zijn nou types, daar wil ik wel wat meer mee. Maar het is vaak zijn het ook mensen die misschien niet in het grote nieuws zitten en dus niet vanzelfsprekend zomaar een plek kunnen vinden in de krant. Het idee was om dit soort mensen die vaak tegen de stroom ingaan, om die 1 januari... massaal een keer op een website te zetten. En je noemt mensen die je dan, die interessante mensen die je tegenkomt tijdens je correspondentschap. Maar ja, dat zijn er zoveel. Waarom dan specifiek? Nee, dat is gewoon... In feite is er iets wat ze verbindt allemaal? Eigenlijk zou je dit kunnen zeggen. Het zijn mensen die je inspireren en die je raken. Die je dus als journalist ook hebben geraakt. En merk ook dat als je belt met de collega's, dan hebben ze allemaal... Dan ga ik die ze doen. Ze weten nog wel iemand. Ze weten gewoon de persoon. Achter me is de school De Klimpaal, midden in Sint-Jans Molenbeek, een van de wat rauwere buurten in Brussel. De helft van de kinderen hebben ouders uit Maghreblanden, de andere helft is blank, is Vlaams, Brusselaar of Nederlandstalig. De docenten hier, dat zijn wat mij betreft echte helden. Voor weinig geld werken ze zich uit de naad in een gebouw dat ze beste tijd heeft gehad. De schooldirecteur die de afwas doet. Zo willen we het zien. Het dak lekt, maar de docenten zijn allemaal fanatiek, zijn gepassioneerd. Ik doe mee aan 1-11 omdat deze donkere tijden wel wat lichtpuntjes kunnen gebruiken. Balthasar Garzón heeft als Spanjes superrechter de wereld blijvend veranderd. Dankzij hem kunnen terroristen, of het nu ontspoorde idealisten zijn of dictators en hun handlangers, zonder beperkingen van plaats en tijd voor het gerecht worden gesleept. Hij geeft hoop en inspiratie op een betere toekomst. En dat is een heldenstatus waard. Bas, lang niet gezien. Het plan is dus simpel. We willen op 1 januari Nederland een cadeau geven. Een journalistiek cadeau. Inmiddels zijn er 20 correspondenten van de hele diverse media. Van de NRC, van de Volkskrant, van de Trouw, van GPD, RTL, NOS. Die een bijdrage willen leveren. En de vraag is eigenlijk aan alle redacties die ik nu bezoek. Vinden ze het leuk om een aantal van die verhalen of één verhaal in een krant te zetten? Ik ben over het algemeen altijd heel sceptisch gestemd aan plannen om de wereld te verbeteren via de media. Maar ik vind het ook toch een leuk initiatief. Vooral omdat het met alle media samen is. Dus ik denk dat Bas toch wel zijn zin krijgt in dit geval. En wij in ieder geval begin januari of de eerste krant van nieuwe jaar zo'n verhaal erin zullen zetten. Ik ben Lisa Jansen, correspondent voor het Chinese nieuwsbureau Xinhua bij de Verenigde Naties in New York. Ik interviewde voor 1-11 Julia Frederik. Julia Frederik is 70 jaar, woont in een arme, afgelegen buurt van New York en adopteerde net na de aardbeving 2 kinderen uit Haiti. Ze heeft haar eigen stichting opgezet, waarmee ze zo vaak ze kan dozen met verzamelde goederen uit de buurt naar het getroffen gebied stuurt. Ik heb gekozen om Julia Frederik te portretteren, omdat wat ze doet fantastisch is.
Ik doe mee, omdat dat mij de mogelijkheid geeft om eens aandacht te besteden aan iemand die normaal niet zo aan bod komt. In mijn geval is dat Warda Hafiz. Zij is iemand die al tientallen jaren probeert iets te doen voor de mensen die in krotten wonen, die onder bruggen wonen, zeg maar de allerarmsten van de stad Jakarta. Ze krijgt niets dan tegenwerking en bereikt dan ook heel weinig. En toch gaat ze door. En daarom is ze een heldin. De andere optie is 111 met een streepje ertussen. Geschreven 111, 1 geschreven en 11 geschreven. Oh nee, leven. Oh ja. Ik ben Jeroen Akkermans en ik werk voor het RTL Nieuws in Berlijn. Mijn naam is Robert Vrielen en dit is Bogota. Hi, ik ben Marjon. Hallo, ik ben Diederik van Hoogstraten, correspondent in New York. Gorky, de oprichter van de band Porno para Ricardo. Fort Woodley is de directeur van de Governor de Graafschool op Sint Eustatius. We hadden eigenlijk gewild dat Mayra er vandaag bij was bij ons, maar ze kan niet. Desondanks blijft Irshad positief, optimistisch, zichzelf. En hij zet zich met man en macht in om positief ervoor te gaan. Ik heb een portret gemaakt van Norbert Denef. Ik ben Bas Mesters, correspondent in Italië, het land van Silvio Berlusconi, maar ook van Lorella Zanardo, die de oorlog heeft verklaard aan de vernedering van de Italiaanse vrouw op de tv. Van Zanardo heb ik geleerd dat je soms niet alleen moet denken, maar ook moet doen.